De faculteit der medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft sinds gisteren de leerstoel fysiologie met de nadruk op homeostase. De leerstoel werd ingesteld na de oratie, oftewel inaugurele rede van Robert Biepert, met als titel factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen, een fysiologisch concept. Homeostase is de constante toestand van evenwicht, in dit geval het constant houden van fysische, chemische en biologische factoren in ons lichaam. Wanneer deze verstoord raken, kunnen we ziek worden of kan het zelf tot de dood leiden. Professor Biepert gaat in op de uitdagingen waarmee onze homeostase verstoord kunnen worden. Het onderzoek van de interstellen leerstoel zal zich richten op het zoeken naar manieren waarop deze factoren op hun effecten kunnen worden geminimaliseerd. Heel belangrijk is dat wij methoden ontwikkelen om de negatieve effecten van klimaatverandering op onze gezondheid proberen te voorkomen of minimaliseren. Biepert ging tijdens een oratie ook in op het onderzoek dat wereldwijd wordt opgepakt door verschillende wetenschappelijke bladen. Het onderzoek is in Suriname uitgevoerd en gaat in op het wel of niet drinken van water tijdens het eten. In het onderzoek vertonen personen die gelijk water dronken met het eten van een berlinebol, die lekkere berlinebol van Fernandes, een significant hogere postprandiale glucose dan personen die alleen een berlinebol hadden gegeten. Logischerwijs kan worden aangenomen dat de extra glucose niet van het water afkomstig is, maar dat het water kennelijk de fysico-chemische eigenschappen van de maaltijd zodanig had veranderd dat de glucose makkelijker en sneller kon worden opgenomen. Daarnaast kon worden aangetoond dat dit effect ook minder was wanneer een half uur van tevoren een extra berlinebol was geconsumeerd. Het exacte mechanisme van deze waargenomen fenomenen is niet echt duidelijk. En dan ziet u dat als er geen water wordt gedronken en de berlinebol dus alleen maar in zijn eentje wordt opgegeten zonder water, dat een veel mindere belasting geeft dan wanneer er tegelijk met water wordt geconsumeerd. Dat is op tijdstip 0, water 0 minuut. Wanneer het water 30 minuten daarna wordt gebruikt, of 30 minuten ervoor, is dat effect dus veel minder. Eigenlijk is het ideaal om na 30 minuten pas te drinken. Professor Biepert kreeg zijn hoogleraarschap uit handen van de voorzitter van de ADECUS, Shanti Venetiaan. Biepert trad in 2015 toe tot het bestuur van de universiteit en is nu voorzitter opleidingscommissie van de medische faculteit. De grootste uitdaging van de justitiële autoriteiten op dit moment zijn de illegale feesten. Dit zei justitieminister Kenneth Amoksi vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De politie heeft enorm veel werk aan het controleren van de naleving van de COVID-19 maatregelen. Na elk weekend, na elke optreden, wordt data verstrekt ten aanzien van de handhaving. En ik wil voorzichtig optimistisch zijn ten aanzien van de handhaving. Maar de uitdaging is nog steeds natuurlijk de illegale feesten. En het Korps Politie Suriname met ondersteuning van Defensie. Met ook ondersteuning van andere ministeries, onder andere AWJ. Wordt dus de handhaving gedaan. En we verwachten natuurlijk ook dat de activiteiten worden opgevoerd en dat we de handhaving richten kunnen blijven doen. Dat is wat informatie die ik had om te verstrekken ten aanzien van COVID-handhaving.
Amoxi zegt dat de COVID-19-besmettingen 216 medewerkers in zijn wurggreep heeft genomen. Hiervan zijn er 7 overleden. 18.407 mensen zijn opgebracht door de politie. Ruim 71.300 voertuigen en bijna 1200 winkels zijn gecontroleerd in 2021. De minister zegt dat er meer data gedeeld zal worden met de samenleving en hoopt dat er verandering komt in het gedrag van de samenleving. Jongeren en medewerkers van het ministerie van Openbare Werken zullen worden gestimuleerd om zich te verdiepen in de meteorologie en meetkunde. Zo klonk het voornemen van minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag bij de ingebruikname van een meetstation in het district Koroni. Het station zal de samenleving meer inzicht geven over de weersomstandigheden in het district. En dit beroep is aflezen, analyseren van data en dergelijke zaken. Daarvoor kan je naar het NATIN gaan om zo'n opleiding te volgen, meteo, hydro. En wie weet, kom je eens een keer ook bij OW werken. Toch? Maar natuurlijk, DC weet ik dat traditie zijn ook jaloers geworden. Want ze horen nu in corona niet één instrument. Dus alle DC's wil ik zeggen, geduld. Ik heb één ding beloofd. Zonder dat ik wist dat deze projecten zouden komen. Maar waar zijn we bij beloofd? Dat elk district gaat zijn kans krijgen. En ik ga, laat me zeggen, OW gaat in elk district iets doen. Dus we gaan ook naar de andere districten. Dat is gezegd, ze krijgen ook allemaal zo'n meetstation. Ik heb begrepen ook Tafelberg, toch? Ja, dus het verre binnenland krijgt ook zo'n geweldig meetstation. Dus ik vraag een beetje geduld. Want traditie tak, nee, ik meet met 3 maten 4, maar is niet waar. Is verkeerd begrepen. Ik vraag geduld. Noor Mohammed zegt verder dat alle besluiten geld kosten en stelt dat de financiën voor soortgelijke projecten via de regering moeten vrijkomen. Dat vergt vaak veel pleitpartijen. De bewindsman zegt dat zijn departement ook zal werken aan de reorganisatie van het district. In ons nieuwsbulletin van morgen komen we terug op de ingebruikname van dit meetstation in Koroni. De gezondheidsautoriteiten hebben op dit moment heel weinig swabtesten over, zegt gezondheidsminister Ummer Ramadien via een videoboodschap van de communicatiedienst Suriname. Al enige tijd doen geruchten de ronde dat vooral het aantal swab-sneltesten welke in voorraad zijn bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg aan het opraken is. We hebben ook een enorme uitdaging met betrekking tot onze testvoorraad, testcapaciteit. Wij hebben nog heel weinig testen over, maar we kunnen op zo'n vroegst denk ik dat wij aanstaande vrijdag onze testen binnen hebben. En dat wij inderdaad weer volop gaan kunnen testen. Dus we hopen dat goed gaat. En dat wij in ieder oproepen vanuit de overheid, vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Ja, de Mohana is de eerste stap die je moet plegen. Zijn de basisfactoren, basisvoorwaarden die er zijn om niet besmet te raken. Moet je mondkap op je handen blijven wassen en afstand te houden. Ramadien zegt verder dat personen zich bij klachten gelijk moeten laten testen, omdat alleen dan duidelijk wordt of de persoon in isolatie moet. Ramadien stelt dat er genoeg vaccins in voorraad zijn. Als je nog niet gevaccineerd bent, hebben wij nu nog genoeg vaccins in voorraad. Als je gevaccineerd bent, probeer ook de boostershot te nemen. Dus we geven de adviezen. We geven de mensen de ruimte. U kunt vaccineren bij BOG, bij Zorghotel. U kunt vaccineren bij Tropkliniek, bij Wanica ziekenhuis, bij de RGD-polyklinieken.
op de website van CDS, op de website van Volksgezondheid BUG, is er een lijst per dag waar en hoe laat vaccins worden toegediend en welke vaccins. De minister zegt dat de gelegenheid om zich te laten beschermen tegen het COVID-19-virus en vooral de Omicron-variant geen moeilijke zaak meer is. Ook verklapt de bewindsman dat alle swabposten landelijk gewijzigde openingstijden hebben om meer mensen te accommoderen. Het tijdstip is naar 11 uur 's avonds gebracht. Over de kwestie tussen de Vereniging van Medische Specialisten en het Staatsziekenfonds zei de minister eerder dat de gezondheidsautoriteiten middels onderhandelingen de zaak afwikkelen. Eerder heeft de voorzitter van de ziekenhuisraad ook met de ziekenhuisdirecteuren vergaderd over deze brandende kwestie. De redactie verneemt dat er licht is in de tunnel. De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft sinds gisteren 2 actieve leerstoelen bij aan de faculteit der medische wetenschappen. Het gaat om de leerstoelen fysiologie met de nadruk op homeostase en pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen. Deze laatste leerstoel is onder de vleugels van Jerry Toulsy, die gisteren door de voorzitter van de ADECUS werd benoemd tot hoogleraar aan de faculteit der medische wetenschappen. Toulsy hield als inaugurele reden de toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Toulsy gaat in op hoe de nieuwe leerstoel zal inspelen op de situatie in Suriname als het gaat om chronische ziekten. Binnen de leerstoel zullen risicofactoren bestudeerd worden met daarbij de pathofysiologie zijn mechanismen. Voorbeelden van lopend onderzoek zijn hierbij weergegeven. Aandacht aan kinderen moet zeker gecontinueerd worden, omdat we merken dat obesitas en diabetes type 2 toenemen bij kinderen. Voorheen werd de diabetes type 2, diabetes mellitus type 2 alleen bij volwassenen vastgesteld. Tegenwoordig wordt het steeds in toenemende mate bij kinderen vastgesteld. Een verontrustende situatie, moet ik eerlijk zeggen. Verder weten we ook dat 2/3 deel van de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan chronische aandoening geassocieerd is met factoren op kinderleeftijd. Ook op het gebied van respiratoire aandoening is er momenteel studie gaande. Met deze leerstoel hoopt de ADECUS een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het aanpakken van chronische ziekten. Professor Toulsy kreeg zijn hoogleraarschap uit handen van de voorzitter van de ADECUS, Shanti Venetiaan.